It's all I wanna do. Yo, ik ben Chester en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. En vandaag hebben we hier de allereerste aflevering van Friends vs. Abonnees hier op mijn kanaal Chester. En vandaag ben ik hier met Simon, oftewel Alibaba 70. Dus zeg maar hallo Simon. Hallo. En wij twee moeten dus tegen het omgearmde strijden die allemaal in mijn crew zit naar Chester Live. En ik zal daar ook wel laten zien dat echt iedereen in deze lobby in mijn crew zit. Maar we gaan natuurlijk proberen te winnen. Als Simon of ik win, krijgen wij een punt. En als jullie winnen, dus de kijkers, krijgen jullie een punt. Wie als eerst 20 punten heeft gewonnen, heeft het eerste seizoen gewonnen. En wie weet dat ik het meer ga doen. Maar, zal je zien? Oh, je kan het nog niet zien. Als je nu ziet, iedereen... Oh, je ziet de crew niet hier zo. Oké, okay, nee, maar... Nee, je moet het spoutje naar beneden doen. Ja, nee, maar dat is niet. Oh, nee, dat zie je niet, nee. Dus we gaan kijken wat we kunnen gaan doen. Angelo Blix staat eerste en ik ga gebeukt worden, sowieso. Ik kijk even wat ze aan het doen zijn, hoor. Ik dacht tweede, Simon. Lekker. Ze zijn al... Kut, ik ben... Juist, ik ben gebeukt. Iedereen rijdt in die T20 ook, jongen. Holy shit. Ik ben gesandwiched, jongen, hier in die tunnel. Let's go. Ga door, Chester. Ga weg, Luke. Doorrijden, Erik. Yes, ik kan even normaal het ding nemen. Ik ga de walrijd in. Holy shit, ik ging... Fuck, ik ben er overheen gevlogen. Yes! Heb ik hem? Nee! Oh! Nee, joh. Yes! Nee, wacht. Moet die walrijd in de lucht? Moet je hem in de lucht halen? Beetje. Nee, joh. Ik moet respawnen. Kut! Ah, ze staan hier allemaal te kutten, man. Staat hier helemaal vast. Oh, inderdaad. Oh. Nee, ik ben even aan het wachten, jongen. Ah, kut, jongen. Dit is fucking hinderlijk. Ja, ik ga nu in. Ik ga er nu in. Ik ga er nu ook in. Simon, ik heb jouw slipstream. Doe ik het alsjeblieft. Ja, ik heb hem. Nee, ik heb... Ja, Arslo heeft hem ook. Arslo heeft hem ook. Kut. Ja, ik heb hem ook. Yes, ik heb hem ook. Hé, hey, we moeten Arslo even inhalen, man. Ja. Oh, ik moet even respawnen. Ik lig vijfde op dit moment. Meer subs hebben hem gehaald. Ik lig tweede. Niet beuken, lekker. niet beuken, alsjeblieft. Niet doen. Goed zo, Matietje. Kom op, Chester. Oei, oei, oei. Dit is intens, ouwe. Ik ben nu bij die jump, weet je. Kut, ik sta derde. Ah, kom op. Ik rij vijf, man. Ja, de Shaquille ligt net voor me. En als het, laten we zeggen, de subs iets te snel gaan, dan moeten we gewoon doen dat de subs dubbele punten moeten hebben, want hun zijn met veel meer mensen. Ja, daarom is het veel lastiger. Voor ons om dus we gaan even meer kijken punten te halen. Nee, Angelo, klootzak. Ik ben je grootste fan, thanks Blackman. Angelo, glitchen! Ik ga nu dat gebouw... Ja. Kom op, alsjeblieft. Kom op, respawn. Ik sta derde, man. Nee, kut, ik blaas op. Kut. Skip, ja, hé, hey, Simon, ik heb hem. Ik word eerst, sowieso. Lekker, Chester. Ga je... Ja, bitches! Lekker. Woo! Let's go. Holy fuck, ik heb hem gewoon. Ik rijd derde. Lekker, Simon. Maar alsnog, als ik hem nu gewoon heb, zijn we gewoon eerste, jongen. Waarschijnlijk dat jullie Simon vaker dus gaan zien, want ik ga deze serie gewoon, denk ik, iets vaker met Simon opnemen. Dus Simon, dat is leuk, toch? Ja, dat is zeker leuk. En 3, 2, 1, finishline! Let's fucking go, jongens! Lekker! Bij jou is 1 punt van de 20, 1 van de 20. Let's go, boys. En dan hoop ik jullie ook te gaan zien bij race nummer 2. En ja... Dus tot zo. Oké, welkom back bij game, bij race nummer 2 is het. En deze race zijn ziek, gewoon alleen maar walrijds achter elkaar. En ik kwam naar beneden, dus dat was lekker. Twee mensen zitten zo... Maar zoals ik al zei natuurlijk, bij GTA gebruik ik geen greenscreen achter mij. Gewoon omdat ik het niet chill vind, gewoon bij COD only. En what the fuck, heel veel mensen, jongen. Ja, joh, het hele platform staat vol. Oh, ook al die kuttoeters. Ah, hij is wel gek, Tim. Holy shit, jongen. Oh, ik teringstraal naar beneden. Yes, ik heb de eerste checkpoint. Nee, kut, ik val naar beneden. Simon, haal het even.
Ja, probeer ik. Ik ben de eerste checkpoint al naar beneden gepleurd. Ja, kijk dan, als je naar beneden pleurt, sta je gelijk zo. Oh, ik kan gelijk door. Nee, joh, tering. Ik zit gewoon direct de laatste. Ja, ik sta vijfde, man. Oh, ik sta geen laatste meer. Doorrijden, doorrijden. Ja, ik zat vierde. Ik kon in één keer doorrijden. Nee, godverd. Maakt niet uit, kom pleur naar beneden. Moet even opletten wie dit laat allemaal finished, hè? For real? Ja. Ja, die spawn voor mij was echt bout. Ik spawn op een kantje. Nee, jongen, ik haal hem niet, man. Ik sta fucking achtste. Echt goed, man. Ik sta zesde. Ik kan beter iets spannen. For fuck's sake. Ik stond vierde, holy shit. Dat betekent dat je gewoon kan halen, zeg maar. Ook al. Als iemand even blijft crashen. Ja. Yes, ik heb weer de checkpoint. Ik sta negende. Ik ga echtste. Ik sta eerste, of niet? Nee. Ik sta tweede. Ja, kom. Ja, ik heb... Nooi. Ja, ik ben het aan het doen. Ik ben het aan het doen. Kak, dit gaat mijn kop kosten. Ik moet helemaal naar achteren. Oh, nee. Kut, ik sta gelijk bij zesde. Dit was Simon. Nee, fuck. Ja, ik haalde de 3 in één keer. Wat? Ik ga plof voor de checkpoint! Kijk waar ik span! Ik span echt op het randje weer, man. Echt zoveel aids in het spook af en toe, hè. Chesto, kan je me helpen? Ja, met wat? Ja, kijk waar ik span. Ja, hoe moet ik je helpen? Het is wel contact. Ik sta vierde, man. Kak, deze gaat de Amnesia denk ik winnen, man. Yes, ik ben uit de span aids, eindelijk. Die Blackman reageert kak, wat een kutrace. Misschien wil het beter worden in race. Ja, Erik heeft gewonnen. Oké, Amnes hebben er ook een puntje bij. 1 van de 20 ook. Lekker jongens. Goed gedaan. Geef gewoon eerlijk toe. Hier heb je gewoon skills voor nodig. Ja, en dat is nou het enige wat ik mis. En ik mis de checkpoint. Oh, als ik nu nog een DNF ga krijgen ook. De finish ligt voor mijn neus. Ik sta derde en ik lig op zijn kop voor de... Ik sta vijfde. Ik word nog net derde. Lekker. Bijna een puntje, maar... Erik heeft denk ik wel terecht gewonnen. Zo, ik eindig nog even voor Angelo. Oké, jongens. Ik hoop jullie leuk te zien bij race nummer 3. Het staat 1-1 op dit moment. En, ja. Voor de rest kan ik hier niet heel veel tegen zeggen. Het is 1-1. Oké, welkom back bij race nummer 3. En dit gaat één grote chaos worden. Hier liggen allemaal bommen. En je moet een bal uithalen. Dus dit gaat niet goed komen. Nee, dat denk ik ook niet. Dit gaat niet goed komen. En die wallride is ook echt kut gewoon. Nou. Hopen dat wij een puntje kunnen halen. Ja. Kijk, okay. Ik span serieus gewoon achter. Ik span eerste. Wees blij dat je achteraan spant. Dan kan je erin neerknallen. Bam! Oh, nog 2 zo hard hier, jongens. What the fuck? Yes, ik heb een lekker... Blaas op. Simon, blaas hem op. Lekker, Simon. Heb ik hem? Ja. Ja, ik ben dood. Holy shit! Ja, ik ben weg hier, later! Kut, ja, ik zit vast in de spawn. Zo, kan die kill niet houden? Ja, mooi. Ik lig hier helemaal vast. Kom op, kan ik eindelijk weg? Ja, eindelijk kan ik wegrijden. En wie rijdt achter mij? Ja, tering! Er rijdt iemand achter me, man. Ik rijd die laatste. Fuck sake. Iedereen blaast elkaar op, moet je kijken, jongen. Nee, kut! Ach, ik faal hard, jongen. Ik probeer de sticky bom te gooien. Let's go, ik heb de eerste wel rijden, Simon. Lekker, jongen. Ik ga nu voor lap toe. Kom op, boys. Draai mijn auto om, tering. Nog niemand heeft... Oh, yo! Lekker, Ramsey. Die killt even iedereen hier ook. Ja, jezus, echt, hè. Ja, oh, yo, er wordt een bom.
tering. Hey, maat, maar maat, geen bo... Ja, lekker voor je. Karma is een hartstikke grote vis, jongen. Lekker voor je. Sorry, Mathies. Ik moest eventjes... Ik wist lekker gelijk. Oh, fuck. Ah, ik rijd 7e, man. Oh, ik rijd eerste, man. Lekker. Je moet wel snel zijn, want er rijdt iemand achter, man. Wie is dat? Nee! Ik kan zijn naam niet. Yes, ik heb de checkpoint. Yes, lekker, ik Simon. Heb de wallride gehaald. Hier komt de finish al voor mij. Lekker, Chester. Ja, ik moet hem wel halen, hè. Ja, het is ook knap dat je er bent. Gaat weg, jongens. Nee, tering. Finish line, let's go, boys. Lekker, zo doen Chester. We dat. Zo doen we dat. Nog een puntje voor ons. Gewoon 2. En jullie hebben er 1. Zo. Zo doen we dat, je. Ik heb geen punt. Oh shit. Zo. Jongens, ik hoop jullie ook te gaan zien. Bij race nummer 4. Dat is de laatste race voor nu. Dus alright, boys. Welkom back bij de laatste race. Race nummer 4. En dan gaan we kijken wie deze laatste race gaat winnen. Het staat op dit moment 2-1 voor ons. Toch, Simon? Dat klopt, ja. En wij gaan nu gewoon. Kijk, er is 10.000 euro in mij gezet. Door iemand. Ik weet niet door wie. Maar ik speel natuurlijk weer met T20. Als deze aflevering. Als we 100 likes kunnen halen, komt er volgende week weer een nieuwe aflevering online. Beloofd. Dat zou wel awesome zijn, ja. Ja, toch? Dan gaan we gewoon elke week proberen het online te gooien, natuurlijk. Maar eerst even ook nog deze ronde te winnen. Dus Simon, ik geef je een tip. Dadelijk first person gaan bij die. Dingen. Dat is... Bij elke looping moet je gewoon first person gaan. Dat is wel chill, ja. Oké, okay, iedereen slipt daar een soort van. Oké, okay, ik heb nu al first person aangezet. Hier komt die. Oké, daar is die al hoor. Let's go, ik heb hem. Ik kan gelijk door ook. Let's go, Simon. Holy shit. Ja, ik heb hem. Nice. Ben je tweede? Vierde. Of derde, ja. Oh, ja. Gerard de Steen. Die naam, jongen. Die ligt tweede. Kut, is T20. Doorheen. Of haar T20, weet ik veel wie. Voor mij is het een jongen, maar ik weet niet zeker. Ja, maar het heet Gerard de Steen. Gekke naam, toch? Iedereen komt in de tuin. Nee, kut! Kut! Ik mis de checkpoint! Slim. Ah, ik sta 5e. 7e. Ja, tering. Oké. Okay. Oké, okay, als ik hem nu haal, dan ben ik gewoon binnen. Ik zit nu in lap 2. Waarom staan... Er staan echt best wel veel mensen stil, jongen. Tering. Oh, ik heb hem met zoveel geluk. Let's go. Ja, maar beter met geluk dan helemaal niet, hè? Beter, hè? Ik heb bijna Luke een lap ingehaald. Lekker. Nee, kutzooi. Fucking hell. Fucking hell. Heb ik Luke... Ja, ik heb Luke een lap ingehaald. Let's go. Ik bots tegen die tank. Oh, shit. Daar is de finish alweer, jongens. En 3. En 2. En 1. Huppakee, finishlijn, jongens. Lekker. Mocht je nu genoten hebben van deze aflevering, laat dan alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter. Helpt me natuurlijk enorm. Bij de 100 likes komt er volgende week weer een nieuwe aflevering van Friends vs. Slips online, natuurlijk. Dus like deze aflevering, dat ik mezelf ook mijn controle opleid. Ook even op de grond. Jongens, super bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de video van morgen. En hopelijk tot de volgende keer, mensen. Later. Later.